Aan welke 65-plussers is op dit moment het meest behoefte? Op dit moment zijn lassers veel gevraagd. Magazijnbeheerders zijn gevraagd. Vooral vrachtwagenchauffeurs die internationaal kunnen rijden. Maar ook mensen die gewoon in het binnenland voor de distributie werken. Die zijn veel gevraagd. En komt dat omdat werkgevers anders tegen ouderen zijn aan gaan kijken? Ja, werkgevers zijn in toenemende mate anders gaan aankijken tegen 65-plussers. Het is natuurlijk ook zo dat op dit moment de markt aantrekt. Er een personeelstekort is ontstaan. En men meer een beroep moet gaan doen op 65-plussers. Wij zien een toename van het aantal aanvragen die wij ontvangen. En dat zijn diverse bedrijven. Dus dat kan een scholengemeenschap zijn. Dat kan een technisch bedrijf zijn in de bouw of in de metaalindustrie. We hebben een grote aanvraag voor chauffeurs die we binnenkrijgen. Zowel grote rijbewijs als klein rijbewijs. Ja, er zit echt een flinke groei in het aantal aanvragen. En gelukkig kunnen wij nog de meeste bedrijven bedienen met enthousiaste 65-plus uitzendkrachten. Het is voor een werkgever interessant om een 65-plusser in dienst te nemen. Zeker financieel. Financieel is uiteraard ook een aspect. De loonkosten zijn lager dan de reguliere uitzendbureaus. Dus dat is een bijkomend voordeel voor de werkgevers. Maar daarnaast halen ze ook betrouwbare mensen binnen. Niet dat 65 minus niet betrouwbaar zijn. Maar een mix van jong en oud op de werkvloer leidt tot meer motivatie en minder ziekteverzuim. En dat is bewezen. Door de veranderende arbeidsmarkt verdwijnen een heleboel vooroordelen als sneeuw voor de zon. Ja, onder andere, ja, de vooroordelen die er bestonden, die verdwijnen ook wel. Met name ook omdat 65-plussers natuurlijk vitaler zijn dan vele jaren terug. 30, 40 jaar geleden was je bij 65 jaar was je echt oud. En nu is een 65-plusser nog een vitale man die nog graag zijn steentje wil bijdragen in de maatschappij. En die ambachtelijkheid is nu nog aanwezig bij heel veel 65-plussers. Zeker, zeer zeker. Die hebben van oudsher natuurlijk geleerd en met heel veel liefde hun beroep altijd uitgeoefend. Dus in feite zijn goede werkgevers die werkgevers die 65-plussers in dienst nemen? Absoluut. Onze opdrachtgevers zijn uitermate tevreden. We hebben geen ziekteverzuim. En daarnaast bijkomend voordeel is dat ze ook nog een keer lage loonkosten hebben. En 65-plussers komen allemaal een afspraak na, dus wij zijn zeker tevreden over onze 65-plussers en uiteraard ook over onze opdrachtgevers die het vertrouwen in ons bureau uitspreken.